Hey jongens, welkom bij de laatste How to Start Clash of Clans als onze town al level 3 is. Want kijk, onze town al is bezig met naar level 4 te geraken. Supergoed. En kijk hoeveel elixir en hoeveel goud we hebben. Lekker veel. We hebben een schild van 5 uur en 2 minuten. Dus dat betekent dat er toch iemand er is in geslaagd om een aanval op ons te doen. En dat gaan we nu allemaal eens bekijken hoe dat mijn dorp heeft gestaan. Hoe dat voor aanvallen werkte, verdedigingen werkte. En het zag er echt wel goed uit. Hè. Ons dorp daar zeker niet van. Laten we eens kijken. Voilà, er is maar één iemand door ons geraakt. En ja, hij had 3 stars gehaald. 2 stars maar gehaald. Dus hij had zelf nog geen 3 stars. Dus als we hier gaan kijken naar deze. Hij heeft 60 boogschutters gebruikt. Dus dat is toch niet weinig, 60 boogschutters. En we wachten op het laden. Kom op. Oké, dus kijk, hij gebruikt al zijn boogschutters. Daar op dat één stuk, daar stond dan een bom van mij, waardoor dat er een groot deel van een manneke stoot is. Hij heeft als eerst mijn mortier uitgeschakeld, wat heel slim was eigenlijk. Dat was goed gezien. Ja, nu begint hij gewoon alles een beetje te pakken. Mijn boogschutter kan aan die mannetjes, mijn andere kanon kan aan die mannetjes. Dus stilletjes aan worden er wel een paar vernietigd. Maar nog niet al te veel. Tum, 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 tum. Eens even kijken. Ja, nu gaan ze door de muur beginnen breken. Zal mijn ander kanon erop beginnen schieten, dacht ik. Maar nee, dat is ook nog altijd niet waar. Dus we gaan even een beetje doorspoelen. Hup, mannetjes gaan altijd dood. Van mijn kanon en mijn boogschutter daar. En voilà, nu zal mijn ander kanon ook beginnen. En gaan ze rapper neergaan. Zep, tak, 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 tak. Chup, 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 chup. En dan heeft hij een paar dingen afgepakt. Maar kijk, mijn goudkluis staat hier nog. Mijn elixirtank staat er nog. Nog 3 goudmijnen staan er. Dus eigenlijk was dat zeer goed verdedigd van mijn gebouw. Misschien had ik mijn mortier ietsje dichter in mijn dingen kunnen zetten. Maar so what? Maakt niet veel uit. Oké, ondertussen ga ik zo'n paar dingetjes clearen dat hier staan. Want ik heb nu toch nog goud en elixir genoeg. En ik kan toch nog 13 uur niet echt veel doen met mijn goud en elixir. Dus beginnen kijk hier al een beetje op te ruimen. Dat is hetgeen dat je altijd moet doen. Beginnen opruimen. Maar meestal moet je dat doen als je... ja, meestal zul je dat doen als je town hall level 4 al bent. Maar ik doe dat nu al, hè, want ik heb tijd. Oké, de volgende aanval. Dat is zelf al een reus dat hier is. Voilà, ik ben eens benieuwd. Daar komen ze, zei ja. En inderdaad, er staat weer een boom. Hopla, weer een deel van de mannetjes kwijt. Dan de boogschutter die eerst mijn kanon zo rap mogelijk wil proberen uit te schakelen. Maar dan is er natuurlijk ook mijn mortier nog. Bam, paar neergehaald. Daar komt een reusje af. Hup, mijn kanon gaat daarop beginnen schieten. Maar reuzen zijn natuurlijk redelijk sterk, zeker in deze beginfase van de game. Omdat kanonnen nog niet zoveel damage doen. Maar reuzen doen precies ook niet al te veel damage. Van nog tegen, ik dacht al dat die meer damage deden. En kijk, ja, alles van hem is eigenlijk al plat. En nu is het gewoon mortiertje schiet. Hup, kanon schiet daar verder. En ze zijn allemaal al dood. Dus super verdediging, ik zeg het. Probeer bij een verdediging zo goed na te bouwen als je op dit level zit. Want het staat eigenlijk nog wel redelijk solid. Nu juist die één aanval dat we iets verloren hebben, wil ik wel zeker nog eens weten. Oké, we zijn er niet gestart. Laten we eens kijken. Van waar gaat hij komen? Hè? Daar, oké. Hij start met een reus, nog een reus, nog een reus, nog een reus. 4 reuzen tegelijkertijd. Proberen ze er mogelijk een kanon uit te schakelen. Ja, mijn mortier zal ook daarop beginnen schieten. Maar kijk, ze hebben veel leven. Ondertussen kunnen een deel van zijn mannetjes al wat voorwerk doen. Hup, komt er zelf nog een reus later af. Wordt hier al wat elixir gepikt. Hopla. Kom op, eens kijken, blijven kijken. Even op maal 2 zetten. Ja, dus kanon 1 was al uitgeschakeld natuurlijk. Nu wordt de boogschutter aangevallen. Gelukkig blijft mijn mortier een lange tijd staan. Voordat er eigenlijk iets anders wordt aangevallen. Kijk, we zijn hier allemaal super hard te flashen. Wel, al zijn dingen zijn wel bijna dood. Zijn kanonen, wat zeg ik nu, zijn reuzen. Kijk, ik ga mijn mortier niet kunnen uitschakelen alvorens zij reuzen dood zijn. En dat gaat mijn enige redmiddel zijn geweest, denk ik. Laten we zien. Kom aan. Ja, voilà, reuzen is dood. Hup, dan begint mijn mortier nog een beetje te schieten. Of gaat hij... Nee, niet meer.
Dan gaan mijn één kanon die nog allemaal pakken of. Echt zot, laten we maar doorspoelen. Hup. Ja, mijn kanon blijft pakken. Tik, tik, tik. Ze hebben dan ja, jammer genoeg mijn stadhuis kunnen nemen. Maar de rest doet mijn kanon wel echt allemaal super goed. Kijk, heb allemaal uitgeschakeld. Daar zaten nog, nog twee mannetjes. Ja, die zijn gewoon mijn legerkamp aan het pakken. Maar vanaf dat die opschuiven, zijn die ook 100% dood. Dus dan moet ik. En ja, er was gewoon veel buit bij mij te rapen. Omdat ik ja, kei hoge dingen zat van goud en elixir. Daarmee dat ze mij probeerden aan te vallen natuurlijk. En nu voor zelf aanvallen te doen. Heel easy. Je wint altijd. En hoe komt het dat je altijd wint? Zoek gewoon dorpen uit zonder muren. Er zijn nog kei veel mensen die geen muren hebben in elder dorp. En toch geven ze elixir en goud. Dus waarom zouden die dan niet aanvallen? Dat zou mij echt iets dommer lijken om die niet aan te vallen. Dus daarmee, kijk hier, ah ja, de muur kan rond zijn dingen staan. Maar kijk, hier een kanon, hier een boogschutter. Wat doe je? Je valt aan op de boogschutter bij een paar man. Je valt aan op het kanon bij een paar man. Dan staat hier ook nog een kanon. Hup. Voilà. En het is al gefixt, hè. Boogschutter ligt al neer. Kanon 2 ligt al neer. En kanon 3 ligt neer. En ze kunnen nu niets meer doen. En nu is het gewoon wachten tot je heel de buit hebt genomen. Oké, dus dat is het einde van deze serie. Town Hall 3 is afgelopen. Vanaf volgende keer gaan we verder met Town Hall 4. Is er weer veel om te upgraden. Ja, mijn goudmijn is op maximum upgegrade. Mijn elixirpompen zijn op maximum upgegrade. Mijn goudkluizen zijn op maximum upgegrade. Mijn elixirtanken zijn op maximum upgegrade. Mijn legerkampen ook. Juist mijn kazernes kan ik nog upgraden naar reuzen. Dus dat ga ik nog doen vandaag. Omdat we toch nog 13 uur moeten wachten. Mijn kanon kan ik zelf nog upgraden als ik zou willen. Dus ik kan nog een paar dingen doen binnen die 13 uur. En ik ga gewoon ook nog wat verder wat van die strontjes verwijderen en zo. En misschien nog wat aanvallen doen, ik weet niet. Dus als jullie ervan genoten hebben, maak zeker een like en comment. Ja, dat is gewoon altijd plezant om wel te lezen en zo. En dan zie ik jullie volgende keer terug. Bye, have a nice day.